Hier staat het kantoor waar we nu op dit moment waar we ons bevinden. Dit is de vaarroute. Hier heb je de tweede en de derde insteekhaven. De boot die komt normaal gesproken hier aanvaren, vaart hier naar binnen. Hier is de kraan, hier wordt geladen en gelost van zand en grind. Hier is een damwand ingekomen en het stuk wat we nu gedempt hebben, dat is hier dit hele stuk en dat is ruim 10.000 vierkante meter. Er is hier een heugelijk feit gevierd. Vertel eens. Ja, we hebben vandaag is de wethouder van de gemeente Almelo hier geweest. En dan hebben we de eerste steenlegging gehad voor het dempen van de haven. Ja, en dat was een bijzondere steen, hè? Dat klopt. Dat was een sinus profielklinker. En die is gemaakt van cementloos beton. Nou, leg eens uit, cementloos beton. Hè? Is dat niet een soort spons dan? Nee hoor, nee. Nee, we hebben in de loop der jaren hebben we redelijk wat productontwikkeling gedaan. En wij hebben een uitvinding gedaan waarin wij beton kunnen produceren zonder dat wij cement gebruiken. En dat, dan zou u natuurlijk willen vragen van waarom doe je dat? Is dat zo belangrijk? Ja. Milieu is tegenwoordig niet meer weg te denken. En de waardes die daaraan toegekend worden, die worden weergegeven in MKI-waardes. MKI, wat is dat nou? KI ken ik wel, maar MKI? Ja, MKI dat is een milieukostenindicator en dat wil eigenlijk niets meer of minder zeggen dan wat je maakt, wat kost dat nou om dat weer op te ruimen en ongedaan te maken? Dat is nogal een verschil. €1,29 per vierkante meter en 66 cent later. Hoe verklaart u dat? Hoe is dat? Ja, dat komt dus omdat wij cementloos beton toepassen en dat doen we dus puur voor het milieu. En zoals u net al zei, de getalletjes zoals ze nu ervoor staan, is dus een enorme winst voor het milieu. Wij hebben dus veel minder op te ruimen, schadelijke kosten gemaakt die dus slecht zijn voor het milieu. En waarom heeft het zo lang geduurd, wethouder? Nou, er waren meerdere redenen voor. Je moet elkaar overtuigen van nut en noodzaak. En na het tekenen van de contracten in 2016 waren er wat tegenslagen, wat hobbels op de weg. Onder andere de bankencrisis, daar gaat het opeens over geld. We hadden een bestemmingsplanprocedure waarin een van de bedrijven hier in deze omgeving tot aan de Raad van State bezwaren heeft gemaakt. We hadden de PFAS-crisis, wat betekende dat we bepaalde grond die we zouden willen verwerken hier niet konden gebruiken. Dan moesten we omschakelen naar iets anders. Nou ja, dat zijn allemaal zaken die we tegengekomen zijn. Maar laten we het heugelijke van vandaag maar vieren met elkaar. Namelijk dat deze locatie beschikbaar komt voor een innovatief bedrijf. Wat diep geworteld is in Almelo en waar we ontzettend trots op zijn.